Damn. Geweldig hoor. Hey mensen, alles goed? Bij mij gaat het een beetje goed. Gaat altijd een beetje goed. Je kunt nooit zeggen dat het altijd goed gaat. Je kunt zeggen een beetje goed of veel goed. Dus wat gaan we vandaag doen? We gaan wat pakketjes openmaken. En misschien gaan we ook stralen vandaag. Dat zou zin zijn. Dus let's go. Hey, 20 minuten ben ik bij jou. Oké, okay, nice. Moet je iets aan kapsalon zaken of zo? Oh, box. Nice. 25 kilo per stuk. Per stuk. En hoeveel heb je meegenomen? 4. Was volgens mij de max of niet? Ja. 4 per kar. Oh, vet. Dus we hebben weer wat spulletjes gekocht. AliExpress en APC Shop en Q-Parts en AliExpress. Ja. Ik koop niet alles op Ali. Ja. Sommige dingen kun je gewoon niet op Ali krijgen. En sommige dingen wil je niet op AliExpress kopen. Dus laten we met eerst beginnen met de kleinste. Deze dingetjes, wat is dit? Wat zijn deze dingetjes? Awesome. Hiermee kun je kabels geleiden. Of hoe zeg je dat? Heel veel mensen, en ik zelf deed het ook altijd, gebruikte altijd tie-rapjes. Maar tie-rapjes zijn niet mooi. Dit is veel mooier. Dus 1,50 kost dat volgens mij zoiets. Ze zijn gemaakt voor remleidingen te begeleiden. Geleiders. Kun je hier plaatsen op het spatbord. Of... ik weet niet waar, maar ja. Elektrische carburateur kwijt. Mijn elektrische choke carburateur is weg. Is gone. Dus 12 mm was dat. Eens wat ik nog had liggen was een 17,5 mm hand choke carburateur. Ja, dit is geen hand choke Aerox. Dus ik heb me een hand choke gehaald. Dit is de mechanisme. Trek je naar buiten. En dan is de choke aan. En die weer naar binnen is de choke uit. Geweldig. Dus we waren bij Q-Parts. Iemand in de comments heeft al eerder gezegd van hey, in Landgraven is ook een brommenwinkel. En die hebben bijna alles. En dat is waar. Maar het is een beetje ver weg. Ik was al naar Sittard geweest. En ik had geen zin om naar Landgraven te gaan. Maar wat chill is bij Q-Parts is dat die maanden open zijn. En dat vind ik echt chill. En kilometer tellen aandrijven voorbij het voorveller gekocht. Dat is echt chill, want ik ben niet kwijt. Ik weet niet waar het ligt, dus het is gone. Het is weg. Doe gewoon aansluiten op de kabel. Hoppa. Oeh, wat is dit? Oké, mooi pakketje. Super huge. Heel raar dat de douane deze niet in beslag heeft genomen. Kijk hoe die eruit ziet. Wat? En die zit op stikstof. Ja, het is van AliExpress. Ik weet niet of ze er echt stikstof in hebben gedaan. Gewoon een scooterweertje. Kun je die op een motor zetten? Ik zou deze dingen niet op een motor zetten. Waarom zetten we, is het niet een goed idee om die op een motor te zetten? Misschien op een ouderwetse motor. Een oude Honda of zo. Zou dat wel kunnen. Maar op een moderne motor moet je die niet zetten. Omdat je niet veel kan afstellen. En vering is zo belangrijk bij een motorfiets. Dan heb je onderin kun je hem afstellen met uitgaande demping. Bovenaan kun je hem instellen met ingaande demping. En dan kun je hier aan draaien en dan heb je de veervoorspanning, noemen we dat. En deze heeft dat niet, deze heeft alleen de veervoorspanning. Eens wat je kunt wijzigen hieraan is de veervoorspanning. En draai hieraan, en that's it. Dus ik zou het niet op een moderne motorfiets zetten. Maar wel op een scootertje. Een scootertje kan het echt geen kwaad. €36. Met verzendkosten. Die gaan we hier op de Aerox zetten. Veel te breed. Die pand die hoort hier niet op. Dat gaat me niet passen. Een nieuw bandje. Yes. Okay.
Dus ik ben wat later met deze video. Of misschien komt de video helemaal niet. Kijk, mijn laptop is kapot. Dus ik heb hem helemaal uit elkaar gehaald. Daar ging niet meer aan. En dan heb ik de accu eruit gehaald. Het is echt vervelend met deze laptops, want ik moet hem echt helemaal uit elkaar halen. Dat is echt niet normaal. Dus ik heb de accu eruit gehaald en nu springt hij gelukkig aan. Dus dat is mooi. Hopelijk staan de bestanden nog erop. Dus het is best wel waanzinnig om te zien. Kijk die koeling hier zo. Damn. Echt mooi. Dus ja. Kijk als we op tijd zijn met de video of te laat. Ik weet niet. Dus dit is gebeurd. Dit is gebeurd. En mijn telefoon is ook kapot. Die laat niet meer op hier. Laadpunt is kapot. Dat is kapot. En ik wou dit op Instagram zetten, maar dat ging niet. Want deze telefoon is veel te langzaam of zo. Weet niet. Dus let's go. Of niet. Dus de straal is niet gegaan zoals wij wilden. We hebben aluminium gestraald. En dat ging echt perfect, makkelijk. En was gewoon mooi aluminium kleur. Maar de uitlaat hebben we gestraald. Maar het ging gewoon niet. Die lak was echt hard. Dus die lak kon nog niet wegstralen. En we hadden ook een hele grove korrel. Dus dat is jammer, was niet gelukt. Wat ik had gedaan, ik heb de uitlaat warm gestookt. Zodat die lak gaat verbranden. En daarna gaan we proberen te stralen. Maar dat doen we volgende week wel. Dat gaat niet lukken nu. Oh, check die vering. Dus we hebben een hogere band op de erop gezet en een hogere veer erop gezet. We hebben niet eens een verhoging stuk erop gezet. En ik kom niet meer met mijn voeten aan de grond. Ik ben sowieso niet echt lang, maar nu, ik kwam sowieso wel op de grond, maar nu kan ik gewoon niet op de grond komen. Dus die scooter is nu echt stukken hoger. Ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet als ik kappen heb. Kappen moet ik nog bestellen, dat komt nog. Ja, laten we een shout-out doen. We hebben een Aerox van Danny Mulder. Een blauwe Aerox met een beetje wit. Is gewoon 50cc met een 17,5 carburateur. Ik vind 17,5 carburateur op een 50cc gewoon echt perfect. Dat is echt goed. En dan hebben we een Beta Arc uit 2005 van Milko Plette. Is een luchtgekoelde 50cc van top performance. Ik moet zeggen, die top performance cilindertjes die zijn best goed. Net zo goed als DR. En dan hebben we Thijs Lagarde. Of Lagarde, ik weet niet hoe je het zegt. En hij heeft een Piaggio Zip SP uit 1998. Dat is een heel project dat hij aan het maken is. Ik ben wel benieuwd hoe het eruit ziet. Volgens mij heeft APC Sittard het race team van 2017 zijn ze ermee gestopt volgens mij met het circuit waar niet genoeg mensen die meededen met het racen. En die was volgens mij ook een Zip SP geloof ik, een oude Zipje. Mooi ding. Moet je maar eens opzoeken. Dus even tussendoor, ik had problemen met mijn laptop. De laptop accu is kapot. Kijk, dit is de accu. Ja, nee, dit is de accu. Ik heb hem uit elkaar gehaald. Dit zijn 18650 batterijen. En ze hebben per stuk 3,7 volt ongeveer. Ze zagen 4 volt. Ik heb ze gemeten met een multimeter. Ze moeten minimaal 2,5 volt geven. Alles onder de 2,5 volt is gewoon slecht. Maar ze geven gewoon allemaal 4 volt aan. De batterijen zijn geloof ik gewoon nog goed. Dus ik denk dat de BMS man aan het bekutten is. BMS is Battery Manage System. En dat is dit geloof ik. Denk ik. Dus dat zou wel kapot zijn. Dat is een soort moederbord. Daar is BMS geloof ik. Ik ben geen elektronicus, hoe zeg je dat? Ik ben geen elektricien. Ik heb daar geen verstand van. Ik weet het niet. Maar wat ik wel weet is dat die lithium batterijen, als je die overlaat, kunnen die ontploffen. Die vliegen in brand. En dan gaat het kapot. En dit regelt de oplading. Hoe die wordt opgeladen. Dus als je niet te veel krijgt en niet te snel. Dus ik denk dat kapot is. Een soort beveiliging is dat. Dus die batterij ga ik gewoon bewaren. Misschien voor een zaklamp of voor de deurbel van mijn moeder. Oh, check dit. Ook van AliExpress. Deze waren best duur. Waren geloof ik 12 euro. Dat zijn spoilers. Zie je dit hier? Je kunt een zeiker op de zeiker van de scooter zetten. En dan heb je een betere airflow. Gaat de scooter veel sneller. Nee, het gaat niet sneller, maar het ziet er wel mooier uit. Check dit. Dus je kon het nog niet goed zien omdat mijn hand ervoor zat. Maar dat is wel de bedoeling. Kun je een beetje zien van, oh, zo gaat het eruit zien. Maar we gaan op die Aerox zetten. Dat wordt mijn race Aerox die gewoon 50 loopt. 55. Nee, 56. 56 was legaal, hè. 54 op RDW rollenbank. 56 op politie rollenbank. En dat gaat gewoon die sneller worden. Dus dan hebben we nog iets hier. Dit is het achterlicht. Kijk daar, dat is het achterlicht. Vind ik niet mooi. Hij is wel mooier dan origineel, maar hij is niet vet. Dus het achterlicht is precies hetzelfde als dat van een BMW F650GS of een R1200GS of een RT. En check hier, hij wil die op AliExpress. En... Ja, dat is het achterlicht. Er zit remlicht in, achterlicht en kniplicht zit erin. Maar eens waar ik me wel zorgen maak is, BMW werkt voornamelijk met Cambus. Dus moet ik even kijken of het achterlicht ook op Cambus werkt. Ik ga die wel bestellen. Ik moet eerst even sparen, want ik heb geen financiële middelen meer.
Dus Canvas werkt anders dan gewoon een normale kabelboom. Canvas werkt zeg maar zoals een computer. Door de processor gaat bijvoorbeeld 12 kabels, zeg maar, 12 verbindingen. Maar door elke verbinding kan wel meer informatie gestuurd worden. Dus bijvoorbeeld de B-knop is bijvoorbeeld niet, heeft niet zijn eigen kabel. De V-knop heeft niet zijn eigen kabel. Hetzelfde als een Canvas, een beetje hetzelfde. Dus achterlicht werkt volgens mij ook op Canvas. Dan moeten we dat eigenlijk denk ik programmeren met een Arduino. Als dat zo is, moet ik even de signalen hacken met een echte BMW. Maar moeten we kijken, dit is een Arduino. Kunnen we zelf dingen programmeren? En dan kunnen we het achterlicht voor de gek houden. Als het een campus is. Dus ik hoop het niet. Dus ja. Ik ben niet alleen mijn carburateur kwijt, maar ik ben ook mijn remklauw kwijt. Precies, die is ook weg. Dus ik had Frankie gevraagd van, heb ik hem niet per ongeluk in jouw doos gedaan ofzo. Maar hij had hem niet kunnen vinden. Gelukkig. Graag blij dat hij is gaan zoeken. Maar niks gevonden, dus gaan we dadelijk even zoeken. Of ja, ik ga dadelijk even zoeken als ik het kan vinden. Dan kan ik gaan rijden. Want ja, met één rem is ook niet echt verstandig. Dus voor het geval ik je niet meer zie. Tot de volgende keer dan. Laters.